vrouw heeft in 1998 het bedrijf overgenomen. En in de tussentijd is het gegroeid naar een team van 10 mensen. We werken gedurende 6 dagen per week. Dus ook op zaterdag zijn we geopend. En op maandag en dinsdag werken we van 7 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Ja, het is een verbetering doordat het een totaalpakket is. Waarbij je alle aspecten van je communicatie in je praktijk gewoon kunt afhandelen. Ja, want bijvoorbeeld door die agenda goed in te richten en op verschillende manieren cliënten in staat te stellen de afspraken te boeken, hebben we gewoon een goed gevulde agenda die we ook tijdig, wanneer er annuleringen zijn, kunnen vullen met eventueel cliënten die op een wachtlijst staan om ook op korte termijn benaderd te worden, om dan ingepland te worden. Dus op die manier hebben we dat zeker verbeterd. Ja, dat was een hele leuke ervaring, want de consultant die heeft een hele hoop inzichten meegebracht. En gedurende de training van 6 maanden heb je iedere keer een nieuw onderwerp wat je met elkaar verdiept. En zo pak je bijvoorbeeld de communicatie, geef je vorm. Hoe maak je brieven naar je cliënten? Hoe maak je behandelplannen? Hoe bied je dat aan naar je patiënt toe? En op basis daarvan krijg je ondersteuning via Evolution door dat te automatiseren. En dus heel snel ook die brieven te kunnen produceren. Het fijne van Thrive is dat je gegevens niet alleen invoert en bewerkt, maar dat je kijkt naar de resultaten van je inspanning. Dus de rapportages die eruit voortvloeien, die geven dus daadwerkelijk een inzicht in welke mate je bent verbeterd. En daarvoor is de hulp van een consultant wel heel fijn, om daar vervolgens naar te kijken wat zijn de vervolgstappen die je kunt ondernemen zelf om dat weer verder te verbeteren. We maken gebruik van die automatische recalls en het grote voordeel daarvan is dat je gedurende de maand, op het moment dat echt de termijn is verstreken, op de dag nauwkeurig je een uitnodiging stuurt. En een tweede voordeel is, we laten het niet bij één uitnodiging. Wij sturen een maand voorafgaand aan de recalldatum een uitnodiging op de dag zelf. En ook als de maand verstreken is, een derde reminder. En dat doen we vaak per sms. Laat ik een ander aspect noemen, wat het effect is van op je planning. Is dat je bezetting van de receptie, gewoon met je standaard bezetting, kun je gewoon de hele workflow, kun je de hele maand af. Je hebt niet te maken met een piekbelasting. En dat heb je wel op het moment dat je dus één keer per maand een deel van je bijvoorbeeld cliënten benadert, of ze allemaal benadert. Dan krijg je de eerste week een hele hoop telefoontjes die je gewoon tot op wat uitputtingen bij een receptionist leiden. Ja, als je werkelijk rendement wil verbeteren en je zegt van nou, ik wil het ook professionaliseren, niet alleen maar op tandheelkundig gebied, maar ook op bedrijfsvoeringsgebied, dan zou ik zeker Evolution aanraden. Je moet wel in de gaten houden dat Evolution een softwarematige oplossing biedt en je moet zelf de investering plegen qua het verbeteren van je data. Een voorbeeld, stel dat je nu graag per sms mensen wil benaderen, dan moet je ook de moeite doen om al de mobiele nummers en telefoonnummers actueel te houden. En dat ook bijvoorbeeld gedurende een bezoek even te checken als je dat ziet dat het veld niet gevuld is. Maar als je het eenmaal hebt gevuld, dan heb je goud in handen. Want dan heb je een hele goede manier om je cliënten op een actuele manier te benaderen.